PSV A1 startte afgelopen woensdag de competitie met een 2-0 overwinning op FC Utrecht. Maar ook in het bekertoernooi is de ploeg van Raymond Liebrechts volop actief. Op 20 augustus al werd er met 2-1 gewonnen van VVV Helmond Sport. En afgelopen zaterdag speelde PSV tegen het combinatie-elftal van RKC Willem II. En hier binnen 11 minuten de eerste goal van de wedstrijd. De hoekschop was van Elvio van Overbeek, het doelpunt van Moussa Sano. Komt wat gelukkig tot stand. Het is hier Anthony van den Hurk die zijn inzet op de lijn gekeerd ziet worden. En via Koch de bal voor de voeten van Sano. En zo is het dus na 11 minuten spelen, zoals gezegd, 1-0 voor PSV A1. En de A1 heeft het beste van het spel in die eerste helft. Van den Hurk met de voorzet achterin. Ditmaal is het van Overbeek zelf die weet te scoren. En zo de A1 dus voor rust op een 2-0 voorsprong schiet. En dit is een degelijke schuiver en doelman Matthijs Branderhorst opnieuw gepasseerd. Van den Hurk. Op Rahi. Sano staat vrij, maar die paas is wat te scherp. Nog altijd Moussa Sano. Mooie actie, passeert Clemens Rijnvos. Nog altijd Moussa Sano. Dit is Anthony van den Hurk en daar Rijnvos met de ingreep. En scheidsrechter Van den Bomen geeft een strafschop. En daar lijkt Anthony van den Hurk te krijgen waar hij naar op zoek was. Een penalty. Want is er veel aan de hand. Een goedkoop gegeven strafschop. Maar Van den Hurk krijgt hem wel en gaat zelf achter de bal. Anthony van den Hurk. Op de Panenka manier passeert hij Matthijs Branderhorst. En zo is het 3-0. Drie kansen voor PSV in die eerste helft. En drie treffers. Dan doe je het aardig. En Branderhorst die weet het niet meer. Dan gaan ze opnieuw PSV. Via Moussa Sano. Dit is Farshad Noor van Overbeek voor zijn tweede treffer in deze helft. Elvio van Overbeek, goede ingreep van de doelman. En daarna de bal naast. En deze jongens lijken te zeggen, wij hadden deze bal gemaakt. In de tweede helft, Branderhorst met de uittrap. Bal wordt verlengd, schiet door en daar op de hand van Menno Koch. En wat doet scheidsrechter Van den Bomen? Die geeft rood. Dat is overdreven hoor. Een rode kaart krijg je als je een scoringskans ontneemt. En is dat hier het geval? Ja, de weg naar het doel is nog lang. Het is meer een ongelukje dan dat hier Menno Koch de bal bewust met zijn hand speelt. Maar al met al toch de rode kaart. Een vrije trap voor Willem II. Die belandt hier uiteindelijk in het doel. Jesse Bertrams geklopt en Willem II is weer terug in de wedstrijd. En zo moet PSV het met 10 man proberen om de 3 punten over de streep te trekken. Want hier is het 3-1 en Bertrams dus geklopt. Daar komen ze opnieuw, Willem II RKC. De jonge man die voor doelpunten moet zorgen daarvoor in is Adikali Kamara. Staat hier helemaal vrij, maar hij weet deze kans niet te benutten. Maar Willem II is gesterkt door dat doelpunt. En natuurlijk ook door het feit dat het een mannetje meer op het veld heeft staan. En het ruikt zijn kansen. Hier opnieuw Kamara. Komt al wat dichter bij het doel van Jesse Bertrams. Maar als je die nummer 9 op je rug hebt, dan had je van deze twee kansen er toch zeker één moeten maken. Ziet ook Marcel Rietsmaier met naast hem Jurgen Lokalia. Van den Hurk die de aanvoerdersband heeft overgenomen van Menno Koch. Knappe actie. Van den Hurk met de paas op Wouter Zomer. Moeilijke hoek, het stiftje van Zomer. Maar dit had een heel fraai doelpunt geweest. Slotfase van de wedstrijd. Hultermans met de bal op Huiben. Willem II RKC bouwt nog eenmaal aan een aanval. Pompen is het devies daar, vlak voor tijd en het doelpunt. Ik weet niet of Kamara er nog aan zat. We geven het doelpunt maar aan Virgil Misijan. Maar verder dan 3-2 zou Willem II RKC niet komen. PSV wint haar tweede bekerwedstrijd.